Ik wil mezelf even filmen hierin. Hallo. Ja, oké, go. Hey. Goedemorgen. Morgen Tom, alles goed? Zullen we een stukje rijden? Ja, lijkt me goed. Goed plan. Rij even op. Is goed. Oké. Deze geboren Drent is onlosmakelijk verbonden aan de brommer en motorwereld in Nederland. Altijd stond de motor centraal voor deze duizendpoot. Eerst als monteur en verkoper, uiteindelijk zelfs als journalist en middels een uitstapje via de horeca. Nu is hij marketing- en communicatiemanager voor merken als Mesh, Royal Enfield en MV Agusta. Mijn naam is Tom van Appendoorn en dit is de Motorrijders.nl podcast met vandaag een van de markantste figuren uit de Nederlandse motorwereld, Jurgen van Son. Nou, vertel eens, waar zijn we, Jurgen? Ja, we zijn nu in de buurt van de Rogat, ja, in het mooie Drenthe. De provincie waar ik 15 jaar geleden geboren ben. 15 jaar geleden? 50 jaar geleden? Ja, 50. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Oude lul. Nee. Maar wat betekenen deze wegen voor jou? Ja, deze B-wegen in Drenthe, dat... Ja, hier begonnen mijn eerste kilometers niet alleen met de motor, maar ook met de bromfiets. Jij bent in 93 geboren, dat is net misschien een andere tijd, maar... Als 16-jarige mocht je natuurlijk automatisch brommen rijden. Ja. En met brommen rijden, dan vergrootte je eigenlijk je wereld. Met de fietsen kwam je misschien 1 of 2 dorpen verder, want ik ben geboren in Hogeveen. Maar met je brommetje, dan kon je een stuk verder. Hè? Dan kon je naar de grotere steden. Dan kon je naar Meppel rijden, dan kon je naar... Ja, dat was eigenlijk wel een beetje. Het is eigenlijk een stukje vrijheid was voor jou om hier te kunnen rijden op je eigen houtje eigenlijk. Inderdaad, en dat heb ik met de bromfiets eigenlijk altijd al gedaan. En later met de motorfiets ook. Dus ja, dat zijn eigenlijk wel een beetje de herinneringen voor mij aan Drenthe en motorrijden. En natuurlijk een hele grote motorzaak in Staphorst destijds, Gerber motoren. Nou, zullen we er anders even heen rijden? Ja, dat lijkt me een goed plan. Ja? Ja. Cool. Weinig zien. Het zou hartstikke leuk zijn, Icon, maar dat is allemaal plastic en als je er één keer tegen de aarde ademt, dan zit hij helemaal vol. Ja, dat is waardeloos. Zo. Heb je wel een beetje ruimte geven, Tom? Ja, ik had hem eigenlijk niet gezien. Nou, we zijn hier bij Gerben. Even kijken. Ja. Zouden ze open zijn eigenlijk niet? Zo, zijn we. Even de helm af hoor. Ja. Het hele eind. Even kijken of dat nog gaat met de... Ik doe wel even mijn petje op hoor, want... Want? Kale kop. Maar hier kwam jij dan een beetje voor de etalage aan te kijken? Ja, ja, het was natuurlijk eerst in... Het staan er ook nog, joh. In Staphorst, maar hier in Rogat hebben ze hetzelfde verhaal weer gemaakt. Dus daarboven, als je helemaal links, daar staan nog een paar oude Elsinores. Dit was een Twin Shockers. Ja. En dan een heel rijtje. Ja, en dat was... Vroeger stonden alle Venco motocrossers van alle jaren stonden daar. En dan ging je kijken als 16-jarige. Ja. Hoe zag dat er dan uit? Sta je hier dan een kwartier lang te kwijlen? Of is het heel even afstappen? Ja, dat is alles. Hè. Je komt hier aan en dan kijk je naar de motoren die geparkeerd staan. En dan ga je naar binnen toe. En ik weet nog wel, je kan er binnen in de showroom en dan toch de nieuwste modellen bekijken. En dan kon je bij hun zo via de werkplaats lopen. En dan daar had je die grote ruimte waar ze alle motoren stalden. Reparaties en schades en dat soort dingen. En dan, die hele rij met crosses, dan moest je altijd wel gewoon eventjes gewoon dat even kijken. Dat is verplichte kost eigenlijk. Ja, verplichte kost, ja. Ja. En ging je dan, was dat iedere week dat je heen ging of één keer in de... Nee, niet echt. Hing ook mee. Want je had natuurlijk gewoon normaal als 16, 17-jarige normale sociale leven. En ik werkte ook nog op zaterdag auto wassen. Ja. Dus een twee keer per maand of zo, dan ging je daar wel ging je erheen. Ja. Ja. Ja, dat was op je brommer. En dan ging je op de brommer terug naar huis en zat je weer te dromen over... Ja, natuurlijk. Dat is wat je daar gezien had. En,
over, ja, als je dan zelf die leeftijd hebt, dat je dat dan ja, dat je ook op zo'n motor kan rijden. En, ja. Dan heeft dat wel een tijdje geduurd, maar ja, dat was dat. Ja, zo'n bezoek bij Gebbe, hoor je dat daar, ja, daar is zeg maar allemaal begonnen. Ja. Ja. Ja, leuk man. Ja. Ja. En dat het nog steeds bestaat. Dat is, dat nog steeds bestaat, ja. Dat is nog steeds gaaf. Wel op een andere locatie, maar... Ja, goed. Ja. Ze staan er nog steeds. Ze staan er nog steeds, hè? Dat zie je. Ja, zeker weten. Top. Kom, we gaan even verder. Kunnen we daar langs? Waar langs? Nou, ik denk, zullen we er hier gewoon overheen gaan dan? Ik denk dat dat beter is, ja. Doorgaand verkeer gestremd, ja. Ja. Nou, ze stoppen al voor ons. Mooi. Gaan die hier even op? Hier is het? Ja, hier is het. Hoppa. Zo, thuis gekomen. Hoe lang is dit nou geleden dat je hier voor het laatst was? Wauw. Ja, toch jaren 90 zo'n beetje. Ja. Eind jaren 90. Ja. Want dit was jouw huis. Ja, ja, hier woonde ik, ja. Ik ben geboren ergens daar in Hogeveen. Ja. En we hebben ook nog eventjes een paar straten verder gewoond. Ja. Maar mijn brommerperiode, en eigenlijk, ja, dat is hier. Hier zat ik in de schuur aan mijn brommetjes te sleutelen. Ja, hier zo in die schuur, ja. Ja, ja. En hier stonden we altijd met een vriendengroepje 's avonds. Dus ja, hier heb ik totdat ik vuist ben naar Zoetermeer altijd gewoond. Ja. Ja, ja, ja. Hier is ook de motorperiode begonnen, begreep ik toch? Ja, ja, dat klopt. Ja, hoe ging dat? Eigenlijk heel erg. Ja, het begin daarvan heeft. Ja, het heeft niet zo'n mooi begin. En mijn moeder is in 1990 overleden aan longkanker. Ja. En ja, we hadden natuurlijk allemaal daar heel erg moeilijk mee. En mijn vader die kon ook daar nog niet meer werken. Die dacht van, ja, we gaan ons motorrijbewijs halen. En dan gaan we het hoofd leeg rijden, het ontspannen. Een nieuwe hobby. En ja, toen heeft mijn vader een motorfiets gekocht. En daar zijn we samen lessen gaan volgen. Ja. Dus, en dat was gewoon hier in de omgeving. En nou ja, in de buurt van richting Rogat, daar de B-weggetjes. Om het je aan te leren. Ja. Je had maar één motor, dus dan ja, we hadden maar één motor. Hè. We moesten wel een beetje plannen met elkaar. Dus van de ene avond ging mijn vader, de andere avond ging ik. En dan zo planden we dat. Ja. En dan totdat we, ja, beide dachten dat we er rijp voor waren. En toen werd ik samen aangevraagd beide en geslaagd. En mijn vader heeft vanaf zijn 54 Rebel is naar Shadows gegaan, zwaarder. En die is dat altijd trouw gebleven. Ja. Tenminste, dat, ja, later toen ik eigenlijk via mijn stage in Zwolle bij TT Motoren ja, toch echt in aanraking kwam met motorfietsen. Ja, toen kwam hij erachter dat er ook meer motoren waren dan alleen maar shoppers. Ja. En toen is hij ook anders gereden, FSTR 600 en nou ja, begin jaren 90 dan bij Gebbe de VFR 400. Die nu nog steeds heeft. Hè. Hij is nu 78 en hij rijdt nog steeds druk met die VFR. Dus, wat dus eigenlijk begon als een soort van afleiding om het hoofd leeg te rijden, werd eigenlijk veel meer. Ja, dat klopt. Ook omdat jij natuurlijk gewoon dat vak bent ingegaan. Klopt. De motoren, ja. Ja, ja, dat, hè, ik ben echt opgegroeid in een autofamilie. Mijn vader was automonteur, dus ik had al de matchboxjes, hè, de Hot Wheels, al voordat ik geboren werd naast mijn wieg staan. En mijn vader die was werkplaatschef en ik werkte er ook op zaterdag. Als je al eenmaal kan lopen en velgen kan poetsen, dan ben je daar ook. En ja, ik wou er ook in. Ik wou ook gewoon in de auto's. Ik heb mijn MTS werktuigbouwkunde en motorvoertuigtechniek hier in Hogeveen gedaan. En ik wist niet beter dan dat ik ook in het autovak ging. Ja. En, maar ja, toen ging ik stage lopen in het laatste jaar. En toen heb ik 3 maanden stage gelopen bij een Ford garage hier in Hogeveen. Maar ja, dan was ik alleen maar 3 maanden kleppen stellen aan Taunussen en Sierra's en brandstoffilters vervangen en beurtjes. Ja, dat had dan niet de charme van het werk wat mijn vader deed. Mijn vader bediende de pomp, hij bestelde de onderdelen. Ja. En hij deed de werkplaats en ook af en toe de verkoop. En ja, dat miste ik daar. En ja, ik had eigenlijk, hè, door het hele motorrijden
een stageplek gevonden in Zwolle bij TT Motoren. En dat waren de laatste drie van mijn maanden van mijn opleiding. Ja. En ja, ik kwam daar als eerste in de werkplaats. Dat vond ik al hartstikke gaaf. Maar eigenlijk ja, door het toedoen van de magazijnchef, die brak zijn been met het skiën. En niemand wou het magazijn gaan runnen, dus ik dacht van hey, dat is wat voor mij. Dit is een kans, hè? Dus, ja. Dit is een kans. En ja. Dat derde vond ik eigenlijk dusdanig gaaf. Dat ik na mijn stage daar ook ben gaan werken. Ja, helaas door omstandigheden moesten er bij TT Motoren destijds wat mensen weg. Ik kwam als laatste erbij, dus moest als eerste weg. Ja, dan moest je als eerste weg. Dus ik wist wel zeker, die auto's daar konden me gestolen worden. Ik toen had je eigenlijk ontdekt dat die motoren toch eigenlijk veel meer waren wat je zocht. Ja, ja. En zeker in die tijd, in begin jaren 90. Het was echt de containerschepen met de Shadows, de Intruders, de Vulcans, de Virago's. De Magna's die lagen daar gewoon in de file, want iedereen wou zo'n motorfiets. Ja. En het was dus mega druk bij mijn motorzaken en ook in Zwolle. Dus dat ik daarin verder wou, dat was wel, dat was wel zeker. Ja, ja. Maar dat kon hier niet in de buurt? Toen ben je begin jaren 90 en dan heb je het over in de winter. Nu kennen we, we rijden nu gewoon het hele jaar door. Ja. Maar het was toen nog niet zo. Alleen de mannen op de BMW's van de politie die reden het hele jaar door. Dus het was echt gewoon recreatierijden, zeker hier. En ik heb hier wel gesolliciteerd in Groningen en dat soort dingen, maar er was gewoon geen werk. En mijn ouders zijn 55 jaar geleden zo'n beetje van Den Haag geëmigreerd hier naar Drenthe. Je noemt dat echt geëmigreerd? Dat is alsof je naar een heel ander land gaat. Nou ja, wat die verhalen die ik van vroeger hoorde, dat was het echt gewoon zo van... ik wil niet zeggen dat ze hier allemaal nog in hun... je kan het wel zien. maar ja, dat was echt gewoon... Het was echt wel een cultuurschok. Als je van het westen naar het Drenthe ging, dat was gewoon een culture shock. Ja. Dus zo heb ik dat nooit ervaren, maar voor mijn ouders in die tijd, dan kwamen de westerlingen naar Drenthe toe. En toen ging jij dus eigenlijk weer terug, wat je ouders deze kant op hadden gedaan, die wijziging die ga jij weer die kant op maken. Ja, dat klopt. Ja, het was eigenlijk, je had natuurlijk Steven Rotterdam, dat was één vestiging, maar er werden er meer. Ja. En er kwam een Steven Zoetermeer. En dus mijn oom en tante zeiden van, als je dan in het noorden iets kan vinden, misschien kan je hier in het westen komen werken. Dus ik had toen gesolliciteerd bij Safe Zoetermeer. Toon Sparreboom van Daytona Motors ging dat toen runnen. Ja. Maar die nam alles zijn eigen personeel mee en nog een gedeelte van Safe Rotterdam. Dus die had eigenlijk voldoende personeel. En toen zei mijn oma van, maar we hebben toch ook nog een motorzaak in het dorp zitten? En dus toen zijn we daar in een weekend een keer langs gereden. En toen inderdaad, Hans van Wijk Motoren in het dorp aan de Zegwaartseweg. En ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en ik heb hem gebeld. En ik zei, joh Hans, ik kom net van de MTS af. Ik heb mijn MTS motorvoertuigentechniek. Ik heb een half jaar in Zwolle bij een motorzaak gewerkt. Dit is mijn toekomst. Heb je werk voor mij? En Hans zei, die opleiding kan allemaal geen... dat interesseert me niks. Maar ik heb wel mensen nodig. Je begint gewoon achter de balie en dan zien we wel het strand. Ja. Ik kreeg een kamertje bij mijn oom en tante. En ik pendelde elke weekend op en neer, want mijn vader woonde hier nog en mijn toenmalige vriendin en nu vrouw, die woonde hier ook. Ja. Dus toen ben ik bij Hans van Wijk gaan werken. Ja. En gewoon als verkoper achter de balie, dus bromfietsonderdeeltjes uitpakken, dat soort dingen. Echt het werk wat je leuk vond eigenlijk? Ja, want het klantencontact... Want wat je pa ook een beetje deed, hè? Klopt, want het klantencontact, in de werkplaats was leuk en de techniek is gaaf. Maar gewoon het klantencontact, onderdelen verkopen of motorfietsen verkopen of dat soort dingen, dat vond ik toch wel het meest aantrekkelijke van alles. Ja, ja, leuk man. Ja. Dat dan hier begint eigenlijk? Ja, dat is hier begonnen. ja, dat is wel... hier ligt wel heel veel historie, zeg maar. Ja. Ja. Dus, maar daar ook, want we wonen inmiddels al langer in het westen dan dat we... Dan dat we, dan ja, daar had je tot de weg hier naartoe over, hè? Ja, dat je nog eigenlijk nooit zo lang, dat je nog nooit echt zo motor gereden had hier, zoals je dat nu in het westen doet. Ja. Is dat niet gek? Ja. Ik moet wel zeggen, mijn vader zegt af en toe van, ik mis toch wel het noorden, hè, want daar kon ik toch mooie motor rijden. Dat heb je net ook gezien daar. Ik vind persoonlijk ook, daar als je Van Roog had binnendoor en Koekang en al dat soort. Ja, ja, dat zullen we straks ook nog wel zien.
Ja, het heeft, in het Westen is dat wat lastiger te vinden. Ja, ja. Dat klopt, ja. 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 Nou goed, dan gaan we er nu weer lekker van genieten. Ja, precies. Gaan we een stukje rijden weer. Gaan we doen. Top, super. Top. Doe je rijden ze ook nog wel eens in je vrije tijd? Of ben je eigenlijk alleen op weg met de motor als je naar je werk gaat? Of voor je werk weg bent? Nee, in het weekend eigenlijk. Ja, ik heb een dochter thuis die die achterop zitten heel erg leuk vindt. Ja. Dus als het even kan, dan gaan we altijd wel in het weekend met de motor erop uit. Dan ga je altijd met je dochter dan? Ja. Ja. Ja, of in mijn eentje, maar is me net eventjes. Ja, die is helemaal lijp van. Die is net 16 geworden, dus die wil er brommerrijbewijs halen. Ja. Ah, dan is het werk van papa natuurlijk wel helemaal fantastisch. Ja, ja, dat klopt. Ja. En dan moet ik niet zeggen, ik ben niet zo van ellenlange ritten uitzetten en dat soort dingen. Hoewel ik dat wel leuk vind, maar ja. Gewoon een blokje om dat. Ja, gewoon een paar, ja, gewoon een uurtje weg of ja. Even, hangt er vanaf. Naar de crossbaan in Bleiswijk. Nou, dat tegenwoordig niet meer natuurlijk, maar. Gewoon van die dingetjes waar je dan heen rijdt. En, ik vind het alleen al heerlijk om bijvoorbeeld op deze of een willekeurige andere in het weekend 's ochtends de broodjes te halen. Ja. Of ja, dat soort dingetjes. Ja. Ah, ja. Zo. Het is altijd een magisch momentje als je aankomt rijden. Ja, het is al vanaf het moment dat je daar aankomt rijden, je ziet de tribunes liggen en de magische T's. Ja. En hier het junior circuit, waar je normaal gesproken het gecherp van de tweetakten hoort. Ja. En de dikke viertakten die altijd allemaal aan het trainen zijn. Had je verwacht dat je dit jaar hier ook zou komen? Nee. Niet met geluid en dat soort dingen. En, Dus jammer hè, dat allemaal niet door kan gaan. Maar jij kwam hier vroeger als knaapje kwam hier. Ja, ja. Met de motor ook, maar daarvoor eigenlijk al. Toen 18 en auto's en dat. Je kon hier vroeger eigenlijk, niet hier precies, maar je kon vroeger gewoon de baan op. Je kon gewoon op het circuit? Ja, 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 je kon gewoon het circuit op. Dus dan kon je, je kon niet het hele circuit rijden. Maar je kon stukjes wat dan open was en dan kon je een stukje circuit rijden. Okay. Gewoon, zonder dat daar. Ja, dan kon je gewoon je gang gaan, ja. Ja. En dat was best, ja, kijk, op de motor heb ik dat later nooit gedaan, want toen was het echt wel afgesloten. Ja. Maar in het begin, dat ik net mijn autorijbewijs haalde, toen gingen we hier al heen met vrienden. En dan ging je gewoon met de auto hier een stukje op circuit rijden. Ja, ja. Ja, en daarna, ik kan me eigenlijk geen jaren herinneren dat ik hier niet geweest ben. Dus altijd wel werk. Is het verplicht als Drent om hier te komen of niet? Oh, nou ja. Hoe voelt dat zo? Ja, aan de ene kant wel. Maar ja, hè, als je al vanaf begin jaren 90 bezig bent met motorfietsen en in de branche zit, ik ben eigenlijk elk jaar altijd wel hier geweest. Naar de MotoGP's, naar de Superbikes, of het nou was voor MV Agusta, Motomondo, hier in paddock. Of alle tijden dat we als dealer uitgenodigd werden. En hier toch altijd wel een raceweekend, één of twee raceweekenden per jaar aanwezig zijn. Ja. Ja, het heeft gewoon iets magisch. Gewoon het runnen van een toko, de bestellingen plaatsen bij de leveranciers. Ja, dat werd de volgende stap. Ja. En dat heb ik echt heel lang volgehouden. Dat heb ik 15 jaar gedaan. Een hele toffe tijd. De zoon van de baas der Enduro's deed dat ook in Italië. Ja. Italië natuurlijk de bakermat van het scooternieuws. Dus ik pikte dat op en ik stuurde dat door naar de Scooter en Bike Express. Ja. Dat is alles wat jij in Italië hoorde, dan nam je eigenlijk mee terug naar Nederland. Ja, ja. En dat gaf je dan aan die tijdschrift. Ja, ja, ja. Dat, in het begin gaf ik dat gewoon één op één door.
Maar ja, er was daar op de redactie geen tijd om het te vertalen en dat soort dingen. Dus ik ging zelf die stukjes herschrijven. En dan paste ik het door en dan werd het op hun website geplaatst of in het magazine geplaatst. Ja. En later kreeg ik toegang tot die site, dat ik het zelf kon plaatsen. Ja. En ja, toen kreeg ik het aanbod om voor die redactie te gaan werken. En dat was hartstikke tof en ik heb dat 5 jaar gedaan. Maar dan, ja, het magazine is je eindproduct. En ik wou gewoon weer terug eigenlijk, dat eindproduct, de motorfiets. Ja. En toen ben ik in contact gekomen met Jan Ikema van Motormondo. Want die ging echt 3 schitterende merken vertegenwoordigen voor de Benelux. Het begon eigenlijk met Mesh Motorcycles, SWM en Fantic. Dat waren de 3 merken waar hij toen mee begon. Ja. En ja, daar wou ik ook deel van uitmaken. En dus, hoe ben je er toen deel van uit gaan maken dan? Gewoon brutaal een mailtje gestuurd en ik hoor dat je een vertegenwoordiger nodig hebt. En, dat wil ik wel zijn. Ja, dat wil ik wel zijn. Ja. Dus gesprek. Dus ben je als vertegenwoordiger bij voor Motormondo, bij die nagenoeg een beetje nieuwe merk eigenlijk in Nederland aan de man gaan brengen. Ja, ja, ja. Ja. En hoe zagen die dagen er dan uit? Heel veel in de file staan. Bij dealers toch wel binnenkomen. Ja, zoals je weet, Mesh is natuurlijk een Frans merk. Ja. Productie ligt in China, maar de ontwikkeling gebeurt allemaal in Frankrijk. Dat hebben we ook meerdere malen gewoon gezien. Je staat eigenlijk dan met 1-0 achter als je bij de motorzaken binnenkomt. En dan moet je en dat verhaal vertellen, dat was echt super. Ja. Soms negatieve reacties, maar het was gewoon lastig. Mijn auto, Joop van Heusden, Motor Joop werd hij ook wel genoemd. Hij werkte toen voor de NMV, dat was een voorloper van de KNMV. Hij werkte voor het weekblad Motor, hij was journalist. Hij werkte overigens gewoon bij Stokvis in Rotterdam als technicus. Importeur van DKW? Ja, de importeur van DKW inderdaad. En daar was hij helemaal. Je had toen de DKW RT98. En dat was gewoon de elektrische fiets van nu. Dat was echt iedereen, hun. Iedereen wil zo'n ding hebben? Ja, iedereen wou motorfietsen in die klasse. Als ze dan lichter waren dan 60 kilo, dan hoefde je maar 1 soort belasting te betalen. En die DKW, dat was gewoon zijn ding. Hij modificeerde ze, hij reed daar rallies mee. Hij heeft de International 6 Days in Schotland meegereden. Ja. Hij kende dat ding van binnen en buiten. Helaas, we zaten tegen 1940 aan, dus de Duitsers begonnen een beetje te rommelen. Ja. En die kwamen erachter dat de directie van Stokvis, dat die Joods waren. En toen trokken ze gelijk het importeurschap van DKW. Ze mochten in die tijd niet samenwerken met Nee, ja, nee, ja. Ja, precies. DKW is natuurlijk Duits en dan Stokvis Joods. Dus werd gelijk het importeurschap werd ingetrokken. En toen zaten ze een beetje met handen in het haar. Van ja, onze verkooptopper, hoe nu verder? Ja. En toen werd mijn oud-oom werd gevraagd van, joh Joop, jij kent dat ding echt van het rijwielgedeelte, motorisch. Ja, maak de technische tekeningen, zorg dat het allemaal in orde is. En dan steken we het kanaal over. Dan gaan we zelf de boer op. En dan gaan we naar Roy Enfield toe. En dan gaan we aan Roy Enfield vragen of ze zeg maar, jouw tekeningen, dat ze daar een daadwerkelijke motorfiets van willen bouwen. Ja. En ja, in 1939 was de RB125 een feit, de Royal Baby. Helaas, Door jouw oom Joop? Ja, door mijn oom Joop, ja. Ja, 1939. En dan januari 2019, het officiële moment dat Motormondo Roy Enfield mocht gaan vertegenwoordigen in de Benelux. Ja, 80 jaar later dat dan zo'n merk weer... Dat kan eigenlijk niet mooi. Ja, dat klopt. Ja, ook voor onze dealers om te vertellen. Maar ja, ik ben er gewoon heel erg trots op dat verhaal. Is het voor jou dan ook anders om op een Enfield te rijden dan bijvoorbeeld op zo'n Agusta of op zo'n Mesh, op die andere merken? Oh, nee. Is het niet daardoor nog een extra trots gevoel erop? Ik moet je wel zeggen, ik ben dan op de Classic gekomen. Dit is wel een motorfiets, uit die tijd. Dit begint ongeveer begin jaren 50. Ja. Hoe je er ook op zit. En het is niet heel veel anders dan dat het toen was. Het is wel heel erg basic. En dit is echt gewoon nog het motorrijden puur sang, moet ik wel zeggen. Ja, tuurlijk. Hè, als ik ook in een weekend naar huis ga en ik moet een motorfiets meenemen, dan heeft dit toch wel steeds mijn voorkeur.
ja. Mijn dochter denkt er anders over. Die heeft liever dat ik met een MV naar huis kom. Maar ja, dit is toch wel... Ja, en dan die link met vroeger, dat ja, maakt het wel speciaal. Ja, 100%. Ga jij maar voor. Zo'n ding stuurt ook hartstikke makkelijk. Die Enfield? Ja. Hij is wel mooi hier. Ja, het is hartstikke mooi wel. Als je hier toch een beetje zonnetje hebt en geen natte weg. Ja, maar ook zo. Dat. Wel ja, zo ook hoor. Ja, nee, 100%. Nou, mooi. Tom, hey, tot de volgende keer hè. Jo. Hoi, fijne dag. Hoi.